Sawadee Krap. Welkom op de Nederlandse ambassade in Bangkok. Mijn naam is Gijs Steunissen. Ik ben de LVVN-raad in Thailand. Mijn teamleden en ik zijn een dienst van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Wij zijn het contactpunt voor het Nederlandse agro- en natuursector. Wij zetten ons in voor een verduurzaming van de voedselvoorziening en een versterking van de biodiversiteit. Kom, laten we naar binnen gaan. Dan zal ik u voorstellen aan mijn teamleden. Dit is ons adres in Bangkok. De Nederlandse ambassade ligt in een van de meest groene plekken van Bangkok. Thailand has an ambition to be innovative and sustainable agriculture and food producer. The kingdom is actively looking for embracing sustainability and leveraging innovation. The agriculture section of the Dutch Embassy in Bangkok is ready to facilitate and support Thai-Dutch collaboration for resilient agriculture and food system. Contact us. I am the management assistant at the agricultural office at the Netherlands Embassy in Bangkok. This year is a very special year between Thailand and the Netherlands as we are celebrating 420 years of diplomatic relations. For more than four centuries, the two kingdoms has a strong collaboration and we are continuing to strengthen our collaborations. So if you are interested in doing a business in Thailand on agriculture and food, our agricultural office in Bangkok are ready to support you. See you soon! Bent u al actief in Thailand of heeft u interesse om dat te worden, neem dan contact met ons op. We zijn vooral geïnteresseerd in bedrijven of organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de biodiversiteit of de verduurzaming van voedselsystemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de RVO-site. Kap Kun Krap.